Yo, Gianan hier en welkom terug bij aflevering nummer 5 van Breaking Point. Heb jij de vorige aflevering gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien. Like die als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruik van de beschrijving. Gaan we lekker door met de aflevering. I'm losing grip. Understood, can you box next lap, Casper? Box next lap. No, I need to come in now, it's quite bad. We've got Aiden coming in now, just hold out one more lap, please, Casper. Yes, he's on a different strategy, eh? Haven't I got priority? He's boxing now. Please hold off, Casper. Fine. Nope. I'm all over the place here. I'm coming in now. Must have been pretty urgent for Aiden, eh? Please be patient, Casper. There goes another place. And another. Okay. Let's go, let's go! Na die miscommunicatie is het helaas schade herstellen hier in Bahrein. We rijden op verse mediums. Nou, dat was niet ideaal. Kijken of we een aantal minuten terug kunnen veroveren. We staan op dit moment op een P11. We moeten als 8e of daarboven finishen. En we hebben gelijk een blauwe vlag van Nikita Mazepin die er aan de kant moet. Gaat ook mooi aan de kant en dat is goed om te zien. Alonso rijdt op 1,8 seconden van ons. En rijdt op softbanden. Gek dat het team mij op mediums naar buiten heeft gestuurd, want er zijn nog maar 5 rondes te gaan. Dus dat vind ik een beetje vreemd. Maar goed, als het team zo zegt, ja jongens, we doen het zo, dan doen we het zo. Alonso dus gepasseerd. Ricciardo is de volgende. En die heeft hier een beetje zwaar. DRS geopend. Komen in de slipstream, kijken naar de buitenkant van Daniel Ricciardo. En dat lukt heel mooi, ziet er wel een klein beetje door, maar dat is geen probleem. Yuki Tsunoda is de volgende, maar eerst hebben wij daar een blauwe vlag van Nicolas Latifi die daar aan de kant moet. En dat doet hij ook heel mooi. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd en rijden op positie 9. Daar hebben wij Fernando Alonso die op een ronde wordt gezet. Sorry, dus Aiden Jackson, mijn fout. Die op een ronde wordt gezet. Die rijdt op P18. Het gat naar Yuki Tsunoda is 1,4 seconden, want dat rijden we. Dat remmen we gewoon helemaal dicht. Weet wel dat de gameplay op normaal staat. Ik was zo dom geweest om niet hoog te zetten. En dat kunnen we niet meer aanpassen, dus ja, wat je hier ziet is niet zo realistisch. Helaas, pindakaas, kun ik helaas niks aan doen. Maar je ziet wel dat we gewoon naar Yuki Tsunoda toe kunnen rijden. 18e sneller in sector 1, dat is goed om te zien. Hebben we hier dan misschien een betere exit? Ja, lukt dat via de buitenkant? Nee, dat lukt helaas niet. Maar we proberen het wel. En daar is dan een plek, maar ik kom wat op de curbzone terecht en moet nogmaals een aanval gaan wagen. Dan hier naar die buitenkant kijken. Nemen een rembordje mee, terugkruisen bij Yuki Tsunoda en dat is gelukt en we staan op P8. De volgende heet dan Esteban Ocon. En het gat is 1 seconde, want dat remmen we helemaal dicht naar de Fransman. We gaan zo meteen ronde nummer 12 alweer in. En is het dan hier al gebeurd bij het DRS gedeelte naar de buitenkant kijken. Beetje terugkruisen naar zijn lijn toe en P7 is mooi van ons. De volgende heet dan Sergio Perez. Het gat is 2,3 seconden. Daar hebben we inmiddels Sergio Perez.
en Carlos Sainz die knokken voor P5. Drie ronden fuel remaining. Kunnen hier dan een aanval wagen naar Perez? Nee, want Perez gooit zijn overtakeknop aan. We hebben hier wel DRS. We hebben ook slipstream van Carlos Sainz. Perez gepasseerd. En Sainz is de volgende, want die hebben we nu ook mooi gepasseerd. Ik wou eigenlijk zeggen, Perez heeft Sainz gepasseerd. En nu kunnen wij naar Sergio Perez toe rijden en misschien een aanval wagen. Perez verdedigt die binnenkant, wij kijken naar de buitenkant. Perez zit daar nog, maar hij vergooit zijn kansen en we kruisen er achterlangs. En dat is goed gedaan. Mooi om te zien dat dat werkt. We zitten in de laatste ronde en Pierre Gasly is de volgende. We schieten wel een klein beetje door. En Verstappen kunnen we die gewoon niet meer bijhouden. Dat gat is gewoon te groot. Volgens mij wint Lewis Hamilton of Valtteri Bottas de wedstrijd. Verstappen wordt derde. Gasly en Ackermann, dan ben ik dus, knokken nog voor P4. Kijken mooi naar die buitenkant en dat is gelukt. We duwen Gasly daar gewoon wijd. Bottas wint dus de wedstrijd. Hamilton naar P2. Verstappen naar P3. Ackermann, dat zijn wij dus, naar P4. Gasly naar 5. Perez 6. Dat is gewoon een goed resultaat voor ons. Goed resultaat voor Aston Martin. Maar dan juichen we daar iets te vroeg en zijn we de auto gewoon kwijt. En Gasly heeft ons gewoon nog ingehaald. Perez heeft ons gewoon nog ingehaald. We juichten iets te vroeg. En een spin betekent P6, maar alsnog gewoon een punt gepakt. Had het P4 kunnen zijn, is het P6 geworden. Jammer maar helaas. Maar toch een goed resultaat. An interesting little encounter between Ackermann and Jackson in the pit lane. And might that cause more friction behind the scenes? Ackermann sounded pretty angry on the radio, didn't he? Told to box the next lap, but he came in anyway. That's not the decision of a man thinking clearly. Is he bringing his personal grievances onto the track? I think he could be. They denied each other a significant number of points last season. And if today's anything to go by, those issues look like continuing. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. I just don't get it, Zoe. He gets to pit ahead of me, and they give his car the only new power unit last season. And he gets to go out behind me in qualifying. This kid is a new number one driver. I don't believe that to be true. But then why does he get paid more? You're still upset about that. No. Well, I don't know, maybe. I just wish I never found out. It's not the money, though, is it? I'm old. You're not old. Like this again. I am old. For a driver, I'm old. Come on. This is your last season. You said you'd make it count. Shh. I still need to tell them. When will you? Soon. Okay. Well, in the meantime, forget about Jackson. Okay. And stop playing the victim. It doesn't suit you. All right, okay. It's Zandvoort next, remember? Everyone's gonna be rooting for you. Be the guy they love. And hey. What? Be the guy I love. That's cute. Did you come up with that yourself? I'm a natural born charmer. Verstappen's got nothing on me. You had to. Hello and welcome to Zandvoort for another round of Formula One action.
A lap of this short 2.6-mile Zandvoort circuit features 14 corners, 10 to the right and 4 to the left. The main straight is 678 metres long and heads into Turn 1, the Tarzan corner. With DRS down the main straight into the braking zone, that could be the best overtaking opportunity on the track. And so here we are, Zandvoort. If there's one thing you can guarantee, it's the incredible atmosphere these Dutch fans provide. The sea of orange shirts as much a part of the Grand Prix as the track itself. Max Verstappen, always a home favourite, but in the midfield, all eyes on Aston Martin's Casper Ackermann. He'll be looking to turn around a poor patch of form, and what better time to do it than here, in front of his home crowd. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position. And Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Leclerc, Sergio Perez, and Bottas, Sainz, Ackermann, Fernando Alonso, and Daniel Ricciardo, Gasly, Jackson, Esteban Ocon, and Tsunoda, Butler, Giovinazzi, George Russell, and Nikita Mazepin, Mick Schumacher, and Nicholas Latifi. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. The crowd's all behind you today, Cass. Let's use that momentum and see what you can do out there. Nou, onze thuiswedstrijd als Casper Ackermann. Medium, soft is de strategie. We nemen gewoon wat extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan de rest van het veld. Daar gaan we dan voor onze thuiswedstrijd als Casper Ackermann. We starten vanaf P8 in de Grote Prijs van Nederland. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we moeten op het podium zien te finishen. Carlos Sainz knijpt ons gelijk al een klein beetje af. Maar dat is geen probleem, want we zetten hem daar brutaal daarnaast aan die binnenkant. Bottas, Leclerc en Norris hebben het met elkaar aan de stok. Wij kunnen hier bij Leclerc aanvallen. Dat lukt ook. En we duwen hem daar mooi wijd. Dan is Lando Norris de volgende. Maar daar kunnen we nog niet naartoe rijden. Nog steeds ronde nummer 1. Als we hem hier dan brutaal aan die binnenkant zetten. Norris ziet ons gewoon niet. Rijdt ons gewoon van de baan. Maar wij duwen hem daar weer gewoon wijd. Waarom? Boontje komt om zijn loontje. Zo doen we dat dus. En de volgende heet Valtteri Bottas. Ziet daar een klein beetje in het grind. Maar het is geen probleem. En Bottas is hier dan op topsnelheid geklopt. Valtteri Bottas ligt te slapen terwijl Max Verstappen de snelste race ronde neerzet. En dat is goed gedaan van beide Nederlanders. We rijden richting Sergio Perez toe, maar kunnen hier geen aanval wagen. Hier dan wel aan die buitenkant. Dat lukt. We zitten ernaast. Verstappen verbetert zich weer naar een 1.16.4. Wij rijden een 1.16.7. Perez remt heel laat. Kunnen daar achterlangs kruisen? Nee, helaas. We hebben hier wel een betere exit. Lukt dat? Jazeker lukt dat. En P3 is van ons in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Lewis Hamilton rijdt op 1,1 seconde van ons. Dus dat podium kan er misschien wel komen. Paars in sector 1. Een tiende sneller dan onze beste tijd. Hamilton en Verstappen zitten daar te knokken voor de leiding. We gaan zo meteen ronde nummer 5 alweer in. En Hamilton is hier dan gezien. Mooi buitenom ingehaald. En dat is P2. We doen daar een aanval. Ja, ik zat even te twijfelen welke woorden ik had kunnen gebruiken. Maar Verstappen houdt zich breed. En we kunnen er niet voorbij. Hier dan naar die buitenkant kijken. Nee, dat lukt helaas niet. Weer een ronde later in ronde nummer 5. Verstappen houdt zich weer breed. Hier dan wel. Dat lukt helaas niet. Ja, ik zat te kijken. Misschien bij die combox. Maar Verstappen ja, duwde ons gewoon van de baan. Hebben hier meer topsnelheid. Kijken naar de buitenkant van Verstappen. En Verstappen schiet door. Verstappen schoot door. En Hamilton
zit ernaast, heeft die plek veroverd van Max. Inmiddels zijn Verstappen en Hamilton naar binnen gedoken. Wij komen nu naar binnen en gaan een overcut proberen op Hamilton en Verstappen. Perez en Bottas komen ook naar binnen. 2,8. De gear was niet beschikbaar. Hamilton komt nu over start-finish. En is nu bij de eerste bocht. Maar wij komen er mooi voor. Het gaat maar net goed. Jazeker, we komen er net voor. De undercut heeft niet gewerkt. De overcut heeft dit keer zijn werk goed gedaan. En daar zijn we blij mee in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Nog 7 rondes te gaan. We zitten inmiddels in ronde nummer 12. Als we paars in sector 1 noteren, groen in sector 2. Verstappen heeft nog dat snelste raceronde punt in handen. Maar dat gaat dus naar ons, want wij noteren een 1.14.2. 1,5 seconden sneller dan onze vorige beste tijd. En nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. Hamilton en Verstappen kunnen ons niet meer bijhouden. Dat gat is 2,2 seconden. We gaan de laatste raceronde alweer in Zandvoort. En dan kan er misschien een droom in werkelijkheid worden voor Kasper Akman, die zijn thuiswedstrijd wint in zijn tweede seizoen in de Formule 1 in een Aston Martin. Verstappen gaat mee naar het podium als mede-Nederlander. Dat gaan de Nederlandse fans uitstekend vinden. Hamilton naar P2, Perez naar 4, Bottas 5. Waar is Aiden Jackson? Geen flauw idee. Maar Kasper Akkerman moet nog zometeen een paar bochten te gaan. En dan is hij de eerste Nederlander, volgens mij, die een Nederlandse grote prijs op zijn naam weet te schrijven. Dat is heel goed gedaan. Zometeen nog bij de kombocht. En dan naar start-finish toe. En dan kunnen we feest gaan vieren met Aston Martin. Er wordt nog misschien een Williams op een ronde gezet. Nee, maar dat hoeft ook niet. We komen bij de laatste paar bochten aan op dit circuit. En gaan als Kasper Akkerman winnen hier in Zandvoort. Een super resultaat, ook voor de fans, fantastisch. En dat is gewoon uitstekend gedaan. What a race for Kasper Akkerman, proving the naysayers wrong with an emphatic performance. He'll be delighted by that podium finish. Well, we all know he can do it. It's just been a while since he has. Great race from Akkerman and some much needed points for Aston Martin. I can see them on their way out to the podium now. Aston Martin are really making waves in this sport, and what a special race it was to see them earn the top spot. Hey man, great race today. Thanks. Nice one, Kasper. Can't argue with that performance. Shame your teammate couldn't bring himself to congratulate you. No, well, he's just a kid. A kid who's getting signed by Mercedes. So they say. Never gonna happen. Well? You keep a secret? Yeah, sure. I've been approached. Really? Yeah. Well, congratulations. Keep it under your hat, but talks are going well. So you're gonna have to get on with Jackson for a little while longer. Yeah, well, we get on fine. That's not what I heard. Yeah? I was chatting with one of your mechanics. He had some very interesting things to say about Jackson. You know what his problem is, don't you? Go on. Thinks you're getting too old. Says you're not fast enough anymore. Too old? Hey, mate, his words, not mine. You want my advice? Prove him wrong.
See, he should respect you like I do. Great race out there today, buddy. Yeah? Ciao. Nou, deze aflevering van F21-21 Breaking Point zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan en vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden? Zet het dan in de comments neer. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F21-21. Ga verder met Breaking Point en My Team Career Mode.